Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft vanmorgen het nieuwe jaar ingeluid met een Opojari-bijeenkomst. Volgens minister Joan Dogoyo was het afgelopen jaar niet altijd even makkelijk. Volgens de bewindsvrouwen heeft het ministerie dan ook met de beschikbare middelen de diverse beleidsprogramma's uitgevoerd. Als voorbeeld noemt zij het project dat in de grote vakantie is uitgevoerd, waarbij landelijk 11.500 jongeren in de gelegenheid zijn gesteld te participeren aan zinvolle vrije tijdsbesteding. Dogoyo geeft aan wat het ministerie dit jaar zal realiseren. Tijdens buurtcongressen die reeds in het tweede kwartaal van dit jaar plaats zullen vinden, moeten richtlijnen aangeven op welke wijze de samenwerking met de buurtorganisaties en buurtgemeenschappen moet plaatsvinden. Het streven is erop gericht normen en waarden bij onze jeugd terug te brengen. Het jongeren leren van andere jongeren concept, Presidiary Roko, zal landelijk worden geïmplementeerd binnen het kader van het integraal kinder- en adolescentenbeleid, Health in All Policy en Sustainable Development Goals met de partnerministeries worden gecontinueerd. In dit kader zal, om de betrokkenheid van onze jeugd bij criminaliteit en geweld tegen te gaan, maar ook om hangjongeren een alternatief te bieden, worden samengewerkt met het ministerie van Defensie. Dit jaar zal een aanvang worden gemaakt met een pilot van 50 jongeren. De recrutering, dames en heren, van deze jongeren zal vanaf deze maand geschieden. De bewindsvrouwen geeft verder aan dat er dit jaar ook sportambassadeurs zullen worden benoemd. Er zal verder extra aandacht besteed worden aan onder andere talentontwikkeling en wedstrijd- en topsportbevordering, zei de bewindsvrouwen. De financiering van met name de ontwikkelingen op het gebied van onze topsportontwikkeling zullen voor een belangrijk deel gedragen worden door het topsportfonds. In het afgelopen jaar hebben we op sportgebied een aantal hoogtepunten gehad die uitgedrukt zijn in medailles die in verschillende internationale sportevenementen zijn gewonnen. We zijn ons echter van bewust dat we er nog lang niet zijn waar we moeten zijn en zullen in 2018 onverkort doorgaan om samen met externe deskundigen de investeringen te plegen om het sportgebeuren in Suriname naar grotere hoogte te duwen. Minister Joan Dogoyo van Sport en Jeugdzaken. Ze sprak vanmorgen tijdens het Opojari-feest van het ministerie.